De ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds voor Suriname is dichtbij. Volgens het IMF hebben partijen een voorlopig akkoord bereikt over een driejarig steunpakket ter waarde van $690 miljoen. Het IMF en de Nationale Assemblée moeten de uitvoering van het plan nog wel goedkeuren. De samenleving mag zich wel zorgen over hoe de impact van de afspraken met het IMF zullen zijn op het land. Hierover praten we vandaag in Onder de Loep. Een van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep, het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de impact van de ondersteuning van het IMF op het land. Vanavond helaas geen columnist, maar na de break stel ik mijn gast aan u voor. En mijn gasten vandaag aan tafel, Steven Debbie Persaat, hij is bestuurslid van de SVES, dat is de Vereniging van Economisten in Suriname, en vakbondsleider, tevens lid van RAFAXUR, Armand Sunder. Welkom heren. En gaan we gelijk van start. Ik heb het in mijn aankondiging reeds gezegd, het gons ook in het nieuws van alle dag, Suriname en het IMF. Laten we met de man van de loontrekkers praten. Hoe gaan we het doen? Ik moet hierbij zeggen dus dat toevallig RAFAXUR morgen gaat praten, intern, over wel of geen IMF. Wij denken namelijk dus dat een alternatief moet worden gezocht. Trouwens, dat is ons ook toegezegd door de regering een paar weken geleden voor dat IMF-programma, dus dat wij onlangs hebben gezien. Dat overigens op staff level is goedgekeurd. Het is nog lang niet goedgekeurd door de board. Mm-hmm. Dus zijn we, is de regering zomaar dan in een hoera stemming, meneer Debbie Persaat? Ja, het antwoord op je vraag is ja. Er moet nog veel gedaan worden. We hebben wat er allemaal gedaan moet worden kunnen vernemen uit de media. En dat zijn belangrijke dingen. Dingen die we vanaf september echt wel weten. En als je het al die tijd niet hebt gedaan, hoe ga je het nu in een maand doen? Een heel belangrijk ding daarvan, de allereerste stap om je economie, om vertrouwen te krijgen in je economie, laat staan, gezond maken, is dat van die wisselkoers toch weer viering. Dus eerst een lange wisselkoers broeien en het kan niet zo blijven, want alles met die wisselkoers werkt direct door in de prijzen. We verarmen allemaal de samenleving. Wanneer gaat dat stoppen? Dus dat eerste punt voordat je een goedkeuring krijgt van IMF, is dat je één wisselkoers bereikt in je economie, niet 10, 14, elke dag iets anders. En het is niet duidelijk van hoe we dat precies gaan doen, wanneer het gaat doen, toch is het punt nummer één. Dan heb je nog een paar andere punten, die waarvan niet helder is hoor, van moet het direct gedaan worden voordat er een handtekening wordt geplaatst, kan het ertussenin, maar beginnen bij die wisselkoers en dan vraag je af van, als ze het tot nu toe niet hebben kunnen doen en ze weten hoe belangrijk het was, hoe gaat men het nu doen? Ja, daarover straks meer. Maar vanuit de vakbeweging gezien, was het echt nodig met een IMF te komen? Als we ook kijken naar het verleden waar wij verschillende regeringen ook hebben getracht overeenstemming te bereiken met dit fonds. Nou kijk, de economie is natuurlijk in shambles, hè? De schuld is te groot, overheidsuitgaven zijn te hoog vergeleken met de overheidsinkomsten, de inflatie is veel te hoog, de werkgelegenheid komt er nauwelijks op gang, terwijl de werkloosheid maar groeit. En we hebben dan die COVID-crisis erbij gehad. Dus het is heel complex. Maar omdat het zo complex is, betekent het niet dus dat je je financiële soevereiniteit moet prijsgeven. En met de Extended Fund Facility die getekend is, is Suriname haar financiële soevereiniteit kwijt. Maar was er een andere mogelijkheid om het te doen? Dus het is positief hoor, dat we proberen in zee te gaan met het IMF. Waarom? Omdat het vertrouwen wekt dat ons land met een programma bezig is waar de economie gezond gaat maken.
Eigenlijk vanaf september broeit het een beetje aan de regeringskant. Wij weten allemaal als samenleving dat we in crisis, verschillende crisis zitten. Daarom dat men vorig jaar op een bepaalde manier heeft gestemd voor partijen om hun uit die crisis te halen. Dus eigenlijk moet je dan concluderen dat de afgelopen maanden het niet is gelukt om op een andere manier van die schulden af te komen, om op een andere manier aan geld te komen, want we hebben geld nodig. En het Internationaal Fonds, Monetair Fonds, kan met die middelen overboord komen, maar niet zonder condities. Dus al die maanden lijkt dat alles niet zijn te gelukt. Wat we in het verleden hebben gehoord, diaspora, lijkt op een doodspoor te zijn gekomen. Dus het lijkt erop dat dit het enige is. Ik moet wel zeggen van, het is een positief ding om de samenleving te feliciteren, zeker niet. Maar het geeft een vertrouwen, zowel nationaal, in het verleden was het alleen maar internationaal. Maar nu geeft het IMF een nationale vertrouwen dat er een instantie is die de regering gaat monitoren, dat ze geen gekke dingen meer gaan doen en dat geld over de brug gaat komen. Geld wat zal leiden tot productiviteit, creëren van arbeidsplaatsen, duurzame banen, goed betaalde banen. Maar uiteindelijk moet het komen van een nationaal programma. Of het herstelprogramma van die regering dat nationaal programma is, weet ik niet zeker. Dus het IMF komt eigenlijk alleen maar geld in met geld en monitort. En daar waar het goed gaat, dan krijg je dus vervolggeld. Daar waar het niet goed gaat, moet het bijgesteld worden. Het wekt dus vertrouwen in de economie. Oké. En ja, de regering geeft een aantal zaken aan die ook vastgelegd zijn in die staff level agreement. Maar ze zeggen constant van, ze praten met de vakbeweging, ze hebben gesproken met de vakbeweging, maar als je kijkt op die website van de IMF staat dat er iets overeenstemming is bereikt met de vakbeweging. Klopt dat, meneer Sunder? Nee, dat klopt helaas niet. En zeker wanneer het gaat om de vakbeweging die de landsdienaren vertegenwoordigen. Er zijn helaas wel twee groepen. En met geen van beide groepen is er al overeenstemming bereikt. Welke zijn die twee groepen? Dat zijn dus CLO en CLO-collectief. Ja, ja. Maar daarnaast heb je nog andere vakbonden, zoals COL, BVL, ALS, die landsdienaren of CQ-ambtenaren vertegenwoordigen. Maar tot en met vanmorgen was er nog geen overeenstemming bereikt. Maar los daarvan, de standpunten liggen wel ver uit elkaar. En dus wat er staat in ieder geval, wat genoemd wordt, Memorandum of Economic and Financial Policies, dat klopt niet. Dus we hebben een probleem. Ik moet me aansluiten bij de heer Sunder. Kijk, het gaat om een behoorlijk aantal maatregelen die daarin genoemd worden. Maar ook ons eigen, dus we zijn een democratisch land. Binnen dat democratisch systeem hebben we een parlement. Ook het parlement is niet gekend, dus vakbeweging schijnt niet te zijn gekend, andere maatschappelijke groepen niet, maar belangrijker nog in de democratie, onze DNA. Heeft onze DNA gesproken over die memorandum met het IMF? Men gaat nu pas praten over het herstelplan. Toch, je hebt je nu als land gecommitteerd om al die, wat zal het zijn, 24 maatregelen uit te voeren, die mensen echt in hun portemonnee gaan voelen. En Je moet de mensen die het gaan voelen, en dat zijn wij allemaal, iedereen die in dit land woont, gaat het voelen in zijn portemonnee. Kom die mensen uitleggen wat ze gaan voelen, waarom en hoe ze beter gaan worden. Dat is niet gebeurd op een manier zoals het hoort te gebeuren. En dat ding is van, op het moment dat je met een buitenlandse organisatie een overeenkomst hebt, lijkt het me moeilijk hoor, dat je die gaat openbreken om weer met je nationale actoren te praten. Maar ja. Het lijkt mij dat de Nationale Assemblee zou kunnen zeggen van ik ga hier niet akkoord mee. Dan heb je wel een groot probleem. We hebben dus wel een ervaring van de afgelopen decennia, niet alleen de afgelopen 10 jaar, dat parlementariërs blindelings instemmen met de regering. Dus, maar dat stukje is dus ook niet doorlopen. Maar wij als samenleving die het gaan moeten dragen, moeten toch weten welke de maatregelen zijn, waarom. Waarom dat geld niet gezocht wordt bij de groepen die steeds sectoren, die steeds de dans ontspringen. En dan lees je over de ettelijke kilo's van waardevolle dingen die het land verlaten. En waarom wordt het geld niet daar gezocht? Waarom moeten wij het elke keer, de loontrekkers, het opbrengen? Oké, mooi. We pakken even een korte break en gaan we straks door met ons programma.
Ja, en welkom terug, kijkers. En ja, koers loslaten, meneer Sunder. We zien dat ja, de vakbonden bezig zijn met onderhandelingen. En een salaris eigenlijk die echt gebaseerd is op de valutakoersen. Hoe hoger de koers, hoe minder je verdient. Gaan de vakbonden steeds moeten gaan onderhandelen? Nou kijk, zolang we de zaak niet integraal bekijken en met een helikopterview naar de economische en goederenstromen kijken en op basis daarvan besluiten nemen, ga je dus achter de feiten aanlopen. En een van de er zijn twee grote problemen voor wat die Rokomangs betreft. En dat zijn in de eerste plaats de veel te hoge inflatie en in de tweede plaats het belastingssysteem en met name de belastingsschijven. De Rokomangs en de gepensioneerden die moeten overleven. Dus we hebben eigenlijk geen keus om te zoeken naar reële loonsverhogingen. Maar in het kader van die inflatie is dat blijkbaar niet haalbaar. En dan zoeken we dan compensatie voor die inflatie. Dus het gaat altijd zo zijn en blijven dat in ieder geval wij zullen trachten als mensen vanuit de vakbeweging om te zorgen dat er wat voor compensatie dan ook komt. Want anders zijn er geen overlevingskansen meer voor die werkende klasse. Oké, en twee dingen. De regering kiest altijd ervoor, elke regering hoor, om gewoon die loontrekkers, het geld bij de loontrekkers te zoeken. Ja toch? Terwijl diezelfde regering vaak ook zegt, regering op regering, niet deze specifiek, dat ze vaak zeggen we gaan ook naar de informele sector. We gaan ook kijken naar de vermogensbelasting. Maar puntje bij paaltje is het steeds de loontrekker die het onderspit delft. Ja, kijk, daarom hebben we gezegd van we willen de zaak nu structureel aanpakken. We hebben de regering recentelijk gevraagd, geef ons een overzicht van de afgelopen 10 jaar of 11 jaar van de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vermogensbelasting. En daar gaan wij dus die grote verschillen zien. En we zullen aan de hand daarvan dus onze analyse maken en de regering zich ook adviseren wat zij mogelijk zou kunnen doen. Kijk, voor wat de vermogensbelasting betreft, zie je dus dat de loontrekkers die betalen ongeveer vorig jaar zo'n 800 miljoen aan belastingen. Terwijl de vermogensbelasting 3 miljoen oplevert. Maar wat is het probleem? Het is een oude wet en rechtspersonen die betalen geen vermogensbelasting. En de vermogenden hebben hun vermogen weggezet in stichtingen en andere juridische vormen. En die moeten eigenlijk doorgeprikt worden. Maar daarvoor heb je nieuwe wetgeving nodig en je hebt politieke wil nodig. Dat is een van de belangrijke bronnen voor inkomsten, in plaats van bijvoorbeeld een solidariteitsheffing die de middenklasse treft en die bovendien maar voor 1 jaar gaat gelden. Dus eigenlijk zeggen wij, het hele belastingssysteem moet naar de tekentafel en moet worden aangepast om ook een stuk van die gewenste ontwikkeling te financieren. Mm-hmm. En ik zag knikken. Ja, dus het is een complete ding van eerlijke belastingtrekking, dat je op een eerlijke manier mensen belast. We weten dat in de afgelopen jaren heel veel personen, heel veel entiteiten niet hebben betaald. Er was veel sprake van ontduiking. Dus wanneer is dat reeds ingehaald door de Belastingdienst? Wanneer wordt dat ingehaald? Je zei informele sector. Daarbinnen heb je vooral de groepen die exporteren, de mensen die zitten in het goud, maar ook de mensen die met andere dingen, met hout bezig zijn. Je leest over houtsmokkel. Dus ik weet dat het een beetje complexer is, want de Rokomangs zijn het makkelijkste, want je bent al in het systeem. De anderen zijn nog niet in het systeem, maar hoe lang moeten wij inleveren voor de anderen die vele malen meer verdienen? Eigenlijk zijn dat de grootverdieners. Ja, ja. Was niet vorig jaar gezegd dat men zou kijken naar de brede schouders? Dus ja, dat steeds wordt altijd gezegd. Ja, steeds weer merk je dat de
de lagere klasse en nu lijkt het zelf de middenklasse wat getroffen. Wat zo funest is in de economie, op het moment dat je verder gaat naar je middenklasse, dan maak je dus echt je land kapot. Dus men moet aan de tekentafel, er moet een complete herstructurering komen van het belastingssysteem, gericht naar eerlijkheid, waarbij de vermogenden, ook dat stukje van grondconversie, moet nu realiteit worden. Dat stukje van royalty trekken bij de mensen in de goudwinning, want ik lees dat ze wel verantwoordelijk zijn voor de deviezen die geveild zijn voor importen. Maar is dat voldoende? Valt er niet meer te halen? De goudprijs is hoog. Ik begrijp dat er op weekbasis bij sommige etterlijke kilo's goud wordt gewonnen. Dus we zijn als land in een crisis. Wij dragen allemaal de last, maar het lijkt er eigenlijk op dat bepaalde personen die gezegend zijn, die last niet dragen. Dat is toch niet eerlijk? Ja, precies. En de minister maakte zich zorgen over de uitvoeringscapaciteit in Suriname. En, van die maatregelen. Ja, en dus dat is een heel goed punt. Kijk, dat ding is van op een moment dat een overheid alleen bezig is, dan krijg je dat zaken raar kunnen lopen. Want het is dan makkelijk om groepen voor te trekken, regelarij en nog meer. Friends and family heet dat in de afgelopen maanden. Op het moment dat maatschappelijke groepen gaan monitoren, dat wat moet gebeuren wordt uitgevoerd. Dan, en dat past ook beter in een democratie. Dan kan je de overheid monitoren dat wat men zegt uitgevoerd wordt. Dat wat niet wordt uitgevoerd, kan je dan vragen, een weerwoord krijgen waarom dat niet gebeurt. Soms heet dat openbaarheid van bestuur, maar ik denk dat monitoren beter is dat maatschappelijke groepen een mogelijkheid krijgen om te monitoren of inderdaad herstel komt met bepaalde maatregelen van die regering. Want wat sinds januari wordt doorgevoerd, leidt niet tot verbetering, het leidt tot verarming. Dat merken we allemaal. Oké. En meneer Sunder, als we kijken naar die maatregelen, de regering heeft een afspraak met het IMF, maatregelen gaan worden doorgevoerd, de minister maakt zich zorgen voor de uitvoeringscapaciteit. Is het dat we misschien, we hebben die gewoon niet of moeten nog zaken aan ingelijmd worden voor we dat toch uitvoering kunnen uitgaan? Nou, we hebben een beetje gekeken naar de maatregelen die genomen zullen worden. En de ervaring die we hebben in Suriname met het uitvoeren van programma's. Ik wil even verwijzen naar het MOP. Het was bestemd voor 10 jaar. Het is 30 jaar geworden. Onze inschatting is dat die Extended Fund Facility van 3 jaar, dat wij waarschijnlijk 10 jaar gaan vastzitten aan het IMF. En dat komt door 2 zaken. In de eerste plaats is het IMF-programma. Dat is een programma dat gericht is op de monetaire en financiële kant van de economie. Met een stukje sanering van vooral de overheidshuishouding. De reële kant van de economie, daar praat men hier totaal niet over. En in de reële kant van de economie, daar wordt er geproduceerd. In de tweede plaats hebben wij die capaciteit niet. Wij zijn niet een land dus dat monitort. We monitoren onze economie niet op kwartaalbasis. Zoals bijvoorbeeld een heel groot land het wel doet als Brazil. Voor zover mij bekend is ABS een van de weinige instituties in Suriname die op maandbasis cijfers publiceert en ook nog toelicht. Maar onze economie is een economie die wordt gemoniteerd op jaarbasis. En nu moeten wij het gaan doen op maandbasis. En vooral dus dat financiële gedeelte van de economie, waar het cijfermateriaal ook niet erg transparant is en waarschijnlijk ook niet echt betrouwbaar is. Dus wij maken ons grote zorgen over deze Extended Fund Facility, vanwege het feit dus dat wij de capaciteit niet hebben. Oké. En het cijfermatige, u teekt daarop als vest? Ja, dat is op elk vlak. Vaak genoeg wordt er echt alleen gesproken over het financieel gedeelte, dat stukje wat de centrale bank regadeert. Maar als het gaat om arbeidsplaatsen, waar precies die arbeidsplaatsen zijn,
Dat stukje van informaliteit, informele sector, het is een erg populair woord geworden in Suriname zonder dat mensen weten waar het over hebben met verschillende definities. Je kan iets niet aanpakken als er geen eenduidig begrip erover is. Toch zijn het mensen die met een activiteit bezig zijn, sommigen verdienen er veel aan, maar het geheel ontsnapt het belastingssysteem, dus ze dragen niet af. Veel van die informatie, welke ervan precies zit in de dienstensector, welke diensten geleverd worden, zijn die diensten legaal, minder legaal. Dus dat alles moet wel. En eigenlijk is dat niet direct in wat het ABS doet. Dus dat, er is veel braakliggend terrein. We hebben de capaciteit in Suriname, zowel het ABS, misschien het planbureau, maar zeker delen van de universiteit, hebben wel afdelingen die kunnen helpen bij het onderzoek. Maar dat is dan onderzoek. Dan heb je nog dat stukje van beleid en vervolgens de maatregelen. Dus veel werk aan de winkel. Dat van zwakke instituties, dat klopt, institutionele zwakte. Maar als land kunnen we het echt wel oplossen. We zijn wel groot genoeg nu om het op te lossen. Maar het lijkt eigenlijk alsof die regering de andere partijen bijna niet kent hierin. Ja, en ja, we maken ons toch wel zorgen over die maatregelen die met name vooral de middenklasse gaat treffen. De regering heeft toegestemd vanuit het plan de subjectsubsidie voor de minder draagkrachtigen, ja, dat die ondersteund zullen worden. Maar die andere groep, ik zie niet dat die andere groep binnen die contouren die gezegd zijn voor die, het trekken van hun loon, dat die zullen vallen in, binnen de maatregelen. Dat is inderdaad zo. Dat is ook een punt van de grote zorg. De samenleving bestaat natuurlijk niet alleen maar uit mensen aan de, wat men noemt, ik weet niet precies hoe men het heeft geformuleerd hoor, maar in ieder geval de zwakken in de samenleving. In de loop van de tijd heb je gemerkt, afgelopen 5 jaar misschien, dat met name die armoedegrens die is verhoogd, aanzienlijk verhoogd. Er wordt zelf gedacht, maar dat cijfermateriaal hebben we nog niet. Dat we in Suriname nu praten over een armoedegrens van tussen de 3000 en 4500 SRD. En dat betekent dat een heel groot gedeelte van de werkende mensen arm zijn verklaard, theoretisch. En dat is een groot probleem. En dit is gekomen door de enorme geldontwaarding van die SRD. Waarbij, laten we zeggen, je veel mensen hebt gehad, dus die werken en die arm zijn. Dus die werken en die rondkomen. We noemen ze werkende armen. En dan heb je ook nog de middenklasse. De middenklasse er wordt onvoldoende beseft, dus dat eigenlijk de backbone van een economie is de middenklasse. Omdat de middenklasse uitgeeft, de middenklasse houdt eigenlijk de particuliere sector en met name de detailhandel houdt zij in stand. De middenklasse heeft vaak dus ook een tuinman, een dienstmeisje, et cetera. En je gaat merken dus dat die middenklasse vanwege het feit dus dat ook hun inkomen zeg op de tocht komt te staan, dat men gaat zeggen dat kan ik niet meer doen, dat kan ik niet meer doen met alle consequenties van dien. En dan hebben we nog niet eens gesproken over het gevaar van wegtrekken van mensen. Omdat die middenklasse is vaak ook erg geschoold en die wordt weggezogen. En dat kan een groot probleem zijn voor de verdere ontwikkeling van ons land. Geen onbekend fenomeen is in Suriname, die brain drain hebben we ook al gehad. Ik denk dat de regering waarschijnlijk geluk heeft met de coronapandemie dat mensen nog niet wegtrekken. Dus het wegtrekken van delen van je samenleving verschilt natuurlijk van welke type verantwoordelijkheden je hebt. Bepaalde mensen hebben een lange periode gehad dat ze goed verdienden, zekerheden hadden. Het gaat om perspectieven. Als een overheid geen perspectief brengt en niet helder maakt wanneer je uit die crisis gaat komen en voor wie dat wanneer zal gebeuren, dan krijg je radeloosheid. En dat gaat maken dat mensen hun heil elders gaan zoeken. En het wordt nu echt een bijna pijnigend ding. Hè? Dus eigenlijk is het de leidersweg geworden. We lezen van in de verre toekomst zal het beter gaan met Suriname vanwege die oliezegening. Maar het is niet helder van
hoe we uit die ellende waar we nu in zitten, hoe we dat gaan overleven. Dus als je het zo overlaat en die onduidelijkheid dagelijks op mensen overheen laat komen, gaan mensen geen vertrouwen meer hebben in Suriname, wat jammer zou zijn. En dan krijg je helaas een beweging die je niet wil hebben, namelijk dat personen gaan wegtrekken. Er zijn ontwikkelingen om Suriname heen wat negatief werkt. Dus des te meer reden voor die overheid om met perspectief te komen en helder te maken van met dit programma, bijvoorbeeld de IMF-ondersteuning, ons eigen programma IMF-monitoring en blabla wat zal leiden tot de productiviteit. Gaan die en die banen gecreëerd worden, gaan die en die zekerheden getroffen worden, genomen worden. En dat bereik je vooral met consensus. We kennen dit woord uit het verre verleden toen we nog allemaal in de schoolbanken waren. We waren in een land met consensus. Toch is de cultuur weggeraakt waarbij nu denk maatregelen komen op je af. Het is inmiddels geen verrassing meer, maar ze komen toch op je af. Je hebt er geen inspraak in, terwijl jij wel degene bent die inlevert. Oké. En die $690 miljoen, waaruit bestaat dit geld precies? Ja. Is het slechts betalingsbalanssteun? Want vele mensen hebben het idee dat het geld in de economie zal worden gepompt, dat er valuta komt op de markt. Wat is het? Nee, dus helaas, terecht. Het is een totaalbedrag wat Suriname zal kunnen krijgen, uitgespreid over die 3 jaren. Zal kunnen krijgen. Ik ben heel voorzichtig met die woordkeuze. Als we een behoorlijk aantal van die maatregelen doorvoeren, en als we ze ook nog bewijzen, zoals meneer Sunder zegt, met regelmatige, zelf maand op maand, studies en rapportage. In eerste instantie, als Suriname het voorhuiswerk heeft gedaan, dat is ook nog een grote als, zullen we 69 miljoen eens krijgen. En dat is veel minder in vergelijking met 2016, toen we een veel groter bedrag bij de eerste tranche kregen. Dus nu moeten we moeilijke maatregelen vooraf nemen en dan krijgen we niet zoveel geld. En dan ga je nog veel meer moeten doorvoeren, vertrouwen moeten wekken om dat merendeel van het geld te krijgen. Het Internationaal Monetair Fonds werkt, eigenlijk is het een type centrale bank. Ze werken met centrale banken. Wat wij nodig hebben in de economie heeft te maken met bedrijfsleven, heeft te maken met banen, baangarantie vooral de middenklasse, maar ook zeker de andere arbeidende klasse. Dat heb je niet echt met het Internationaal Monetair Fonds. Er wordt een beetje geroepen over een landbouwprogramma, maar het lijkt bijna allemaal nog steeds ad hoc maatregelen, waarbij die samengesteldheid van hoe dat gaat werken, want laten we eerlijk zijn, niet iedereen van ons kan werken in de landbouw. Zeker niet iedereen in Paramaribo. Dus het is goed dat er bepaalde programma's zijn voor bepaalde delen van Suriname. Maar hoe ga je elke Surinamer ondersteunen? Dat vooral moet verantwoord worden. Misschien is dat een apart hoofdstuk van het herstelplan, maar het zou eigenlijk een goed denkkader zijn voor die regering. Hoe ze die economie met iedereen daarbinnen beter gaat maken. Meneer Sunder, van met name de loontrekkers rekenen op de vakbeweging. En u gaat praten deze week, neem ik aan, nog met de regering hierover. IMF zegt er is al een overeenstemming. U zegt er is geen overeenstemming. Hoe verder? Is dat is dat verkeerde poot om te beginnen met die onderhandelingen of met die gesprekken? Nou kijk, wij gaan de regering informeren over een alternatief voor het IMF. Ja. Omdat wat wij in ieder geval hebben bestudeerd uit wat het IMF-programma gaat inhouden, zeggen wij, wij zullen verder van huis geraken. In den beginnen is de regering zelf gekomen met het monetair neutraal financieren van, laten we zeggen, het vraagstuk waarmee we nu zitten. Ja. En men heeft toen voorgesteld om een obligatielening uit te schrijven. Ja. Die open zou staan voor Surinamers en ook voor Surinamers buiten Suriname. Men heeft dat laten liggen. Met zo'n een obligatielening kan je de financiering monetair neutraal doen. Ja. Omdat het alternatief van monetaire financiering, daar zijn wij voor de lange duur geen voorstander van. En vervolgens moeten wij kijken welke bijdrage kunnen bijvoorbeeld de multinationals die nu in ons land opereren, leveren
aan de verdere ontwikkeling van dit land. We denken bijvoorbeeld, althans is het niet te gek voor woorden, dat elke Surinaamse burger de government take betaalt. En dus dat in deze crisis de regering er niet over nadenkt om de multinationals te zeggen, over de komende 3 jaar zal je het helaas wel moeten betalen. Dus dat wil dus zeggen, ook in overleg en in dialoog treden met de multinationals die we hier hebben. En ook laten we tenminste kijken naar de mogelijkheid om die obligatielening uit te schrijven. Want wij zeggen meestal, niet geschoten is altijd mis. Ja. Het is duidelijk dus dat de pijn die de Surinaamse bevolking zal lijden door het doorvoeren van dit IMF-programma ondraaglijk gaat zijn. Dus de vakbeweging zegt geen IMF, dan wel een alternatief? Ja, we zijn daarbij, hebben we niet één lijn, want een deel van de vakbeweging wil totaal niet praten over IMF, maar meer ideologisch. En een ander deel zegt van, ja kijk, dat programma, een dergelijk programma heeft de Surinaamse economie nodig. Ja. Omdat die Surinaamse economie ontspoord is. Hij moet weer op spoor gezet worden. Ja. Maar het vraagstuk is van, hoe ga je het financieren? En wij zien eigenlijk heel in een stuk monetair neutrale financiering via de uitgifte van een grote obligatielening. We pakken even een korte break en dan zijn we terug met het laatste deel van ons programma. En welkom terug, meneer Dewi Persaat. Steven, u heeft gehoord wat meneer Sunder net zei. Is het wel feasible? Kan het wel lukken? Ons land heeft, vooral de zittende regering, heeft in de afgelopen maanden behoorlijk wat afspraken gemaakt. Want waar we vanavond niet over hebben gesproken is die berg aan schuld. Dus de berg aan schuld die wij hebben is nieuw. Dat hadden we niet in 2016. En de afspraak daarbij is dat de afspraak met degene die die schulden hebben die wij moeten betalen. Ja. Dat geld aan wie wij moeten terugbetalen, is dat we een deal met het Internationaal Monetair Fonds zouden hebben. En dat zou dus hun geruststellen, waarna men zou kijken naar schuldverlichting. Dus die afspraken heeft men eigenlijk al een tijdje lopen. Ja. En die afspraken zijn ook gekoppeld aan een bepaald termijn, waarbij we in juni waarschijnlijk een handtekening van het Internationaal Monetair Fonds zouden moeten krijgen. Dus het is moeilijk. Je hebt afspraken gemaakt met personen die aan wie je behoorlijk wat geld verschuldigd bent. Dat geld hebben we gewoon niet. Ja. Zelf rentebetalingen kunnen we niet doen, laat staan grote aflossingen. Het wordt dus moeilijk om je uit die committering te trekken. We wisten wel als land over de gevoeligheid van het IMF in Suriname. Maar ja, het is in dit stadium ontzettend moeilijk om eruit te gaan. Ik ga dus terug naar het begin van het programma. Het IMF geeft wel een vertrouwen dat we als land op een goed spoor zijn. Er wordt gewerkt met een nationaal geschreven herstelplan, waarbij die overheid wel zelf de invulling kan geven over welke maatregel wanneer. Bij het IMF gaat het voornamelijk erom dat je zuiver bezig bent als overheid. Dat financiën geen geld meer gaat scheppen, wat ons weer voor een verrassing stelt dat prijzen steeds verder omhoog gaan. Hoe je dat precies doet, tegenwoordig met het IMF ben je vrij daarin. Zolang de marges niet te gortig worden, zolang er nog enige vertrouwen is. Helaas is dus het IMF nu een waakhond geworden voor ons land. Voor zowel buiten Suriname als binnen Suriname, wat garandeert dat het goed gaat komen. En wij hebben nu iets meer de mogelijkheid als samenleving om onze rol op te eisen dat die regering die maatregelen doorvoert die realistisch zijn, die eerlijk zijn, die democratisch zijn. En de andere dingen die steeds zijn gedaan, wat niet goed leek te werken, ja, dat men dat weglaat. En misschien dat we dan ook kunnen eisen van die overheid,
van als we toch al bezig zijn met monitoren en bijsturen als samenleving, waarom gaat men niet naar die delen die dat echt verdienen, want we babbelen erover, maar die maatregelen komen maar niet. Ja. Het zal de regering toch wel impopulair maken, want het IMF praat ook in die afspraken die zijn gemaakt met de regering, dat ambtenaren vooral zullen worden afgevloeid. Dus, maar ik zie geen enkele regering ambtenaren afvloeien. Dus eigenlijk is men niet zo zuiver in wat je precies zou moeten doen, dat hangt van jou af. De geliste maatregelen, de opgenomen maatregelen zijn vooral afkomstig van het herstelplan. Het Surinaamse herstelplan, waarbij bepaalde dingen vanaf september al een beetje omschreven waren. Later zijn er cijfertjes erbij gekomen. Dus je moet een invulling geven naar die mate waarbij je uitgaven in lijn zijn met je inkomsten. Ze hoeven niet helemaal in balans te zijn, zeker niet op het moment dat je in een supercrisis bent, maar het moet wel richting een redelijke goede verhouding gaan. Dat ligt meer in de handen van onze overheid dan buiten de overheid. Het IMF komt in met geld, maar begrijpelijk, degene die geld leent, heeft een belangrijk zegje hoe dat geld gebruikt gaat worden. En dat geld moet dus niet verbruikt worden door wegsluizen naar rare cambio's waarbij dingen, dat aardappelen en uien worden geïmporteerd. Dus dat type zegje heeft het IMF. Ze hebben niet een 100% zegje in van we moeten in 10 jaar 10.000 mensen lozen bij de overheid. Dat is de invulling die wij als land eraan moeten geven. En dat moet met een goede afspraak met zowel het bedrijfsleven, want die moet de capaciteit hebben om mensen te accommoderen. Om mensen een betere bestaan te geven dan wat ze bij de overheid hadden. Anders gaat men echt niet over de brug komen. Maar en uiteraard de vakbeweging. Ja, toch maar. Met die, door die coronacrisis, die pandemie. Waarbij bedrijven ook met hun handen in het haar zitten. En ook ontslagvergunningen aanvragen. Hoe gaat dat dan lukken? Nou, niet alleen dat. Ik heb eergisteren de moeite genomen om te voet door de stad te lopen. En je staat versteld van het aantal winkelpanden dat leeg staat. Bovendien heb ik ook met een aantal ondernemers gesproken. En die vertellen mij dus dat een deel van het personeel minder werkt. Een deel van het personeel is ontslagen. En een deel van het personeel is naar andere bedrijven. Dus de situatie ziet er niet zo best uit voor creatie van werkgelegenheid. En aan de ene kant. Aan de andere kant moeten we wel zien dus dat de overheid, althans de regering, die heeft zich gecommitteerd met het IMF voor wat betreft haar begrotingstekort. En dat begrotingstekort dat gaat en moet ook drastisch naar beneden gaan. Dat begrotingstekort gaat naar beneden mede door het feit dus dat er geen loonaanpassingen zullen komen volgend jaar voor workomangs die bij de overheid zijn. En in de tweede plaats dus dat men meer wil gaan uitgeven aan kapitaalgoederen. Het is dus een zaak die de regering heeft afgesproken zonder overeenstemming te bereiken met de vakbonden. En kijk, het gaat eigenlijk niet om de economie, zeg ik altijd. De economie gaat om mensen. Het gaat niet om economische modellen en dergelijke. Dat zijn slechts instrumenten. We moeten uiteindelijk gaan voor de welvaart en voor het welzijn en vooral voor het welzijn van de mensen. En dat is waar de vakbeweging zich eigenlijk bezorgd maakt. Van dus dat met dit programma, dat is afgesproken, dat het niet goed gaat gaan. En communicatie, goede communicatie gaat dan niet helpen, meneer de Bipersen? Ik begin eerst met eerlijkheid. Het is een beetje zoek, het is zoek met eerlijkheid. Dat van Friends and Family heeft burgers behoorlijk gestoord. En er komt geen verantwoording daarover. Uiteraard, op het moment dat mensen gaan inleveren, is communicatie een belangrijk middel. Ik begrijp dat er inmiddels een communicatiegroep voor het herstelplan is. En ik vraag me af in hoeverre die overheid echt effectief is. Je hoort met communicatie en met het brengen van de boodschap naar de samenleving. Je merkt dat er internetprogramma's zijn, de mensen komen soms op tv, maar is het wel onderzocht of iedereen van ons, beginnen bij de workomang, maar in principe ook, want vaak zoek het echt lager, maar ook ondernemers. Weten ondernemers wat op hen af gaat komen?
welke ondernemers het meest getroffen gaat worden. Nog steeds merk je dat mensen bepaalde groepen stenen en been klagen over die nieuwe valutawet. En er wordt bijna niet geluisterd door die overheid naar hun. Dus we hebben juist de ervaring dat er maatregelen worden bedacht, worden afgekondigd en vervolgens heb je geen weerwoord daarin. Je moet maar inleveren. En het zal, als dat gaat om ondernemers, zal dat best wel kunnen gelden voor de hele samenleving. Dus die communicatie moet niet alleen maar van boven naar ons komen, maar moet ook een weerwoord hebben waarnaar geluisterd wordt, zodat we die verbeteringen zien. Maar laat die overheid beginnen met eerlijk zijn. Wij leveren allemaal al 10 maanden in. Die overheid moet ook inleveren. Ze hebben dat geld niet. Men zoekt dat geld. En laat men ook daarna kijken naar waar men precies kan behoorlijk kan snijden in de kosten, waar de overheid zelf kan snijden in de kosten, omdat ook zij verantwoordelijk zijn in het gezond maken van het land. Als ze de juiste uitstraling geven, zijn wij als burgers des te meer bereid om ook ons deel te doen. Oké, mooi. En ja, ter afsluiting, ja, voor velen geldt ook het principe van uitzichtloosheid. Een vraag voor jullie beiden. Komt het nog goed? Is er reden om toch optimistisch te zijn? Zeker. Het zal veel beter gaan met ons land. We hebben als land een behoorlijke zegening. We hebben die zegening al voor de onafhankelijkheid, gedurende de onafhankelijkheid. Hebben we een zegening van delfstoffen. Maar we hebben een zegening van een jonge, gezonde en zeer intelligente bevolking die ontzettend weerbaar is tegenover alle ellende die de politiek op ons naar ons brengt. We hebben heel veel ellende meegemaakt van geldsmeterij, dat de geldkraan open was, monetaire financiering. En elke keer hebben we als samenleving dit doorstaan. We zullen dit nu ook doorstaan. Wat er voor de horizon staat is een heel mooie toekomst. Alleen is het de vraag van hoe gaan we daar naartoe? Zonder dat we dit in een film. Ja. Die regering heeft een belangrijke rol daarin, omdat ze in het concept van Suriname de leidende rol hebben. Okay. Maar wij moeten als samenleving niet alleen aan de kant blijven staan. Wij moeten ervoor zorgen dat dat gebeurt wat ons gezond gaat maken. Oké, meneer Zender, tot slot. Nou, sinds 1773 is dit land gewend met crisis. We komen er zeker uit. Alleen moeten we eruit komen met een stukje perspectief en met een stukje visie. Ja. En dat missen wij eigenlijk nog in dat herstelplan. Welke economie zullen we hebben na deze periode? Hoe groen zal die economie zijn? Hoe zal het zijn met het milieu? Ja. En dat zijn toch wel vraagstukken die ons bezighouden. Maar dat wij uit ook deze crisis zullen komen, is zeker. Oké, dat geeft hoop. Dank jullie wel, Steven Debbie-Persaat en meneer Armand Zender, voor jullie bijdrage aan dit programma. Zo zijn we gekomen aan het einde van dit programma. Heeft u het net gemist? Dan wil ik u verwijzen naar onze Facebookpagina ATV in Suriname. En we hebben het gehad over het IMF. Natuurlijk de maatregelen die de regering zal moeten treffen om ons land uit het slop te halen. En vooral vergeet u niet, we zitten ook in een coronapandemie. En laat je vaccineren, dat kan overal. Het kan bij de RGD, het kan bij de verschillende ziekenhuizen, het kan bij het BOG. Laat je vaccineren, want we hebben het dodenaantal stijgt dagelijks. En we moeten ons zorgen maken. Tot de volgende keer. Goedenavond.